Welkom terug bij Food, Fashion, Travel. Like, comment en subscribe. Veel kijkplezier. In deze video gaan we chow mein vlees klaarmaken. En in deel 2 laat ik zien hoe ik de chow mein klaarmaak en de kip. Oké? Veel kijkplezier. Oké, mensen. Het volgende onderdeel. We hebben de kippenbouten in een zoetzoutbadje gedaan en in de koelkast gezet. Zodat we daar straks mee verder kunnen. Hier heb ik het is niet anderhalf, iets meer dan een kilo kipdijfilet. 1,50 kilo. Ik heb zoveel mogelijk de vettige stukjes eraf gesneden. Ga het nu goed wassen met limoentjes. Ik heb hele grote limoentjes gekocht bij een lokale supermarkt. Ik wil het even laten zien. En ik ga het gebruiken om de kip te wassen. Ik hou niet van discussies omtrent kip wassen of niet. Doe lekker wat je wil. Dit is mijn keuken, dus doe ik het doe. Daarna gaan we de kipdijfilet, als ik het heb gewassen, goed laten uitlekken. En tussendoor gaan we de marinade dan maken voor de kip. Oké, lieve mensen. We hebben de kip gewassen. Het is nu aan het uitlekken. We gaan nu bezig zijn met de marinade. Allereerst heb ik hier in mijn chopper 2 teentjes knoflook en 2 stukjes gember en een beetje water. Dan gaan we even choppen. Ik heb deze chopper gekocht bij de Action. Wacht even. Ik denk dat ding niet er goed in. Dat hebben we nodig voor de marinade zometeen. Oké, mensen, ik heb hier een kom. Straks gaan we hier alles bij elkaar mixen. Maar we gaan eerst in een kommetje de marinade doen. Ik heb hier een maatbekertje, maatlepel. Het is 1 tablespoon, 1 eetlepel. 1 eetlepel is het, hè. Ik heb hier sojasaus. Sojasaus. En dan hebben we een iets zoeter variant van de sojasaus. Oh, ik heb het volgens mij niet goed over gaan maken. Let's see. Oh, ik moest het nog helemaal openmaken aan de binnenkant. Even kleine vertraging. Oké. Dan doen we hier ook een eetlepel van. Dus we hebben tot nu toe sojasaus. En deze variant van sojasaus is wat zoeter. En dan heb ik hier hoisinsaus. Daarvan gaan we een halve eetlepel toevoegen. Het is wel een dikkere saus hoor. En dan heb ik hier oestersaus. Daar ga ik ook een klein beetje van toevoegen. Een halve eetlepel. En dan heb ik hier nog chicken powder. Dat is ook belangrijk voor de smaak. Ik ga daar niet heel veel van toevoegen hoor. Net nog geen halve eetlepel. Gaan we dit goed mixen. En ik voeg ook wat suiker toe. Net nog geen halve eetlepel suiker. Dat is helemaal vergeten. En dit gaan we straks toevoegen als de kip eenmaal in onze pom zit. Mensen, ik ben vergeten door te geven. In dit hoekje zie je 5 spices. Dat is een halve eetlepel. Die ik nog moest toevoegen aan de marinade. Dus dit gaan we gewoon goed mixen. Nou, lieve mensen. Ik heb mijn gember knoflookmix ook toegevoegd inmiddels. Die we in de chopper hadden gedaan. En we gaan nu de kip marineren. Want de tijd gaat heel snel. Gaat heel hard. Nou, mensen, we hebben de kip. Dan gaan we de marinade toevoegen. Ik ga even de lepel gebruiken om dit te mixen. We gonna mix this. Zorg ervoor dat ik alles heb hoor. Ik zie nog een beetje in de pom. Mijn neef is lekker bezig op de achtergrond, mensen. Ik ga even niet op hem letten, anders gaat hij me afleiden.
Ik heb toch het gevoel nog een beetje chicken powder toe te voegen, hoor. Want ik wil niet dat mijn kip flauw is. Even weer mixen. Ik word echt blij van koken, jongen. Waarom is dat? We gaan het straks beter mixen, hoor. Komt goed. Dan hebben we hier de roasted pork seasoning mix. Ja, er staat wel pork erop, maar we gebruiken het gewoon voor die kip. Ja? Hier. En ik voeg nu, laten we kijken, 1 eetlepel toe. Ga even mixen. Voeg nog 1 eetlepel toe. Koken moet je gewoon je tijd nemen. Het is soms passen en meten. Als ik je van tevoren zeg, voeg 5 eetlepels toe en doe dat in 1 keer, kan je niet meer terug. Dus kijk het gewoon aan als, naarmate je ingrediënten toevoegt. Ik vind het, de kleur niet, nog niet helemaal naar wens. Maar ik heb ook food color, red. Deze heb ik bij de Oriental gekocht. Ga kijken of ik een hele kleine mini eetlepel heb. Nee, die zijn in de vaatwasser, denk ik. Dus ik ga even zo uitvoeren. Een heel klein beetje, hoor. Het zal nog geen halve theelepel zijn, hoor. Het vlees moet ook niet te rood worden. Dus, zoals ik al zei, passen en meten, mensen. Het vlees moet ook niet te rood worden. Nee. Nee, en Lello? Nee. Mooi. Mooi. Heel mooi. Het wordt al aardig rood. Nog een heel klein beetje. Ik denk dat het uiteindelijk in totaal een volle theelepel is. Want ik heb beetje bij beetje toegevoegd. Nou, ik ben tevreden met de kleur nu. Ja, precies. Zie je? Ik ga kletsen, hoor. Ik ga toch... Ik ben echt vervelend, joh. Ik zei dat het... Oké, dit is echt de laatste. Nu ga ik even met mijn handen. Oh, dit is perfect. Mijn gevoel was goed, hoor. De kleur is nu perfect. Zo, mensen. En dan hebben we het vlees gemarineerd, mensen. De kip. Ziezo. Ik ga mijn handschoentjes weer uit en deze weggooien. En mijn handjes even wassen met zeep. Ja, ik wil ook handen wassen. Lello, even wachten. Tante gaat je helpen. Even wachten, hoor. Mijn neefje zoekt weer aandacht tussendoor. Oké. Ziezo. Als je het minder rood wil hebben, kan je dat doen. Voor de mensen op TikTok. Nou mensen, we gaan nu verder met de hamlappen, dus varkensvlees. We gaan dezelfde marinade gebruiken voor de varkensvlees die we voor de kip gebruikt hebben. Het verschil is chashu. Dat we het nu toevoegen aan de marinade. Gewoon 1 theelepel. Dan gaan we dit goed mixen. Ik ga dit gelijk opruimen, hoor. Anders gaat het overal plakken. Ik heb maar 371 gram van varkensvlees. Omdat we al de kip hebben en zo. En dan anders wordt het te veel. Zo. Dan gaan we dit goed mengen. Oeh, dit ziet er zo goed uit.
Ja, ja. Dan gaan we zo de food coloring toevoegen zodat het rood wordt. En we gaan dit weer gebruiken. Zie je? We hebben heel veel onderdelen vandaag, maar we gaan het afmaken. We're gonna finish what we have started. Nou, dit is een totaal 1 eetlepel. En dan gaan we dit weer goed mixen. Straks ga ik het met de hand doen. Ik heb toch handschoentjes aan. Alright. Dan, omdat dit niet echt een mooie rode kleur geeft, ga ik mijn food coloring gebruiken, rood. Dit is hem. Die kan je bij de Oriental kopen. Ik heb ook andere kleuren, maar voor dit vlees gebruik ik gewoon een rood. Ik voeg nu uit mijn hoofd een halve theelepel toe. En dan gaan we dit even weer gewoon mixen met de lepel. Ik ga pas aan het eind mijn hand gebruiken hoor. Anders worden mijn handschoentjes vies. En dan ga ik weer andere dingen aanraken en zo. Het krijgt nu wel een mooie rode kleur al inmiddels. Kijk hoe de andere kant eruit ziet. Even de andere kant. Mama. Voor de varken ga ik niet de overdreven rode kleur geven, want ik wil dat het toch wel een beetje, ja, een beetje een mooie rode kleur krijgt. Niet fel rood, maar wel een hele mooie kleur. Deze kleur vind ik wel mooi. Ik denk dat ik het zo ga laten. Dat is ook mooi. Dan ga ik nu mijn handen gebruiken om dit goed in te masseren. Het is wel echt een lekkere marinade hoor. Nee Lely, dat hoef je niet te eten of te proeven. Ja, daar word je ziek van. Tante gaat even handjes wassen. Dit is ook een gezet van. Nou, lieve mensen, ik ga dit nu bedekken. Varkensvlees. We houden het zo meteen roosteren. Het is inmiddels bijna 4:30. En we gaan heel hard. Misschien lukt het om 6 uur te eten. We gaan het zien. We gaan gewoon doorwerken nu. Nou, lieve mensen, ik heb inmiddels al de folie een beetje eraf gehaald. De kip is ongeveer een uur in de marinade geweest. Ik heb nu de oven. Ik ben nu de oven aan het voorverwarmen op ongeveer 175 graden. We gaan de kip hierop roosteren. Ik moet het even spoelen. Ik moet het nog even afspoelen. We gaan het op het rooster plaatsen en in de oven doen. Nou hoef je niet druk te maken als je het op een oven, in een ovenschaal doet. Dan gaat het vocht aanmaken. Dan moet je dat weer uitschenken. Dan moet je de kip weer gaan bakken. Maar als je gewoon zo'n rooster gebruikt, dan kan het gelijk in één keer gewoon lekker grillen. Zonder extra vocht. Oké? Okay? Zo, dat ga ik nu even doen. Oké, okay, lieve mensen. We gaan de kip nu op het rooster plaatsen. Ik heb voldoende ruimte. Dus ik denk dat ik in één keer alles kan doen. Oké, mensen, we zijn er klaar voor. Alles is op de rek geplaatst en klaar om in de oven te gaan. Ziezo. De kip heeft inmiddels een half uur in de oven gezeten op 175 graden. En ik ga de kipdijfilet even omdraaien.
En nog een paar minuutjes laten grillen in de oven. En dan gaan we het eruit halen. En dan gaan we het even laten afkoelen. Oeh, het is zo juicy. So nice. So nice. En dan kunnen we straks de varken. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Ik heb een klein stukje dat er tussen sorry. Yes, baby. Look at it, chicken. Look at the chicken. Nou, lieve mensen, de kip is klaar. Ik ga even de kip heel voorzichtig. Het is echt juicy. Op een bord leggen, zodat het kan af, een beetje kan afkoelen. We kunnen het heel mooi in plakjes snijden. En dan, ik ga gewoon gelijk door met de... Met het andere vlees die we hadden gemarineerd. Ik moet wel even het rooster eraf halen, want er zijn kleine stukjes kip ertussen gevallen. Ik zal de kip straks nog even laten zien. Eén momentje hoor. Ik moet even het rooster. We gaan gewoon verder hoor, in dezelfde flow. We hebben hier, we hebben maar twee stukjes hoor, van het vlees. Ik wil even het rooster. Ik heb even olie gedept op een stukje keukenpapier. Gelijk dit vlees ook in de oven zetten. Laat me kijken. Oké, ziezo. Het vlees. Zien jullie het wel? Nee. Dit is varkensvlees, dit gaan we ook roosteren. We gaan het gelijk in de oven zetten. Ook gewoon op 175 graden. En dan kunnen we het straks laten afkoelen. Kijk, we hebben hier de kip. Nou, lieve mensen, dit is het vlees. Het varkensvlees. Ik heb maar twee stukjes, omdat we al best veel vlees hebben. Dit is de kip. Ik heb ze in hele mooie stukjes gesneden. Voor bij de chow mein. En hier is het varkensvlees. Ik ga even op een bord leggen. Dan kan ik even deze ovenschaal even ergens neerleggen. En dan kunnen we... Het vlees snijden. Dat heb ik net ook met de kip gedaan. Die had ik niet laten zien. Maar dat maakt niet zoveel uit. De varkensvlees heeft ongeveer 20 minuten in de oven gegaard. En ik ging het continu omdraaien. Varkensvlees moet je ook niet te lang willen grillen. Of garen in de oven. Want anders wordt het heel taai. Echt hele mooie stukjes, mensen. Ik ga dit even aan de kant schuiven en dan ga ik dit snel in één keer snijden. Nou, lieve mensen, kijk het vlees. We hebben hier aan deze kant kip en aan de andere kant varkensvlees. Dus we gaan nu lekker verder met de chow mein. Ik weet niet of deze video te lang gaat zijn, anders gaan we het opdelen in deel 1 en 2. Hier op YouTube. Maar we gaan gewoon lekker verder nu.
met de chow mein. Kijk voor de mensen die van begin tot eind hebben gekeken. Drop een rood haartje. En in deel 2 gaan we de chow mein en de gebakken kip klaarmaken. Ciao!